Luc Tuijmans stelt nieuw werk tentoon in New York, voor de 10e keer al in de bekende David Zwirner Galerij. We vinden hem voor een van zijn weinige zelfportretten. Dat is effectief een soort van Ames chair die we thuis hebben. Je ziet trouwens ook de radiator enzovoort. Door het feit dat de brilglazen eigenlijk de oogopslag van waar naar gekeken wordt afschermen, krijg je geen enkele in de persoonlijkheid. Elk werk is geschilderd op basis van een eigen gemaakte foto, geen beeld uit de media zoals bij ander werk van Tuijmans. De tentoonstelling The Summer is Over geeft een blik in de omgeving van de kunstenaar. Het uitzicht uit zijn raam, zijn tuin, de Zoo van Antwerpen en zichzelf. En ik vond het belangrijk om dat te nemen, omdat dat eigenlijk, gelijk je zegt, een state of things is. Men ziet, de persoon is ouder geworden, men ziet iets afstandelijk tegelijkertijd ook, vind ik ook belangrijk. En met al die andere werken is dat ongeveer hetzelfde. Dus dat gebroken glas hier is ook iets dat opnieuw dat element van bijna een litteken gaat vertonen. En aan de ene kant heb je wel een broosheid van dat glas, of de breekbaarheid ervan. En je hebt een luminositeit, maar je hebt geen insteek. Je kunt er niet in. Een blik achter de schermen die er geen is. Geen politieke statements, geen verwijzingen naar de oorlog en de Holocaust. Tuijmans ontwijkt een aantal thema's die veel van zijn vorig werk bepalen. Ik denk ook niet dat elke tentoonstelling thematisch moet beladen zijn. Er is altijd maar een afwisseling geweest tussen dingen die zeer thematisch en nauwgezet ontwikkeld zijn en dingen die meer introvert zijn. En ik wou ook niet iets maken dat met de steeds te maken heeft. Ik wou echt iets maken dat eigenlijk een soort van, ja, iets meer met het idee van dat de mens natuurlijk nog wel sterfelijk is. Door zichzelf in alledaagsheid te plaatsen, ontkracht de kunstenaar zijn eigen status als ster. Tuijmans wil ook de nadruk leggen op het werk aan zich. Er is veel gezegd, en ik heb zelf veel gezegd over en bronmateriaal gegeven, maar uiteindelijk blijft men natuurlijk over met een schilderij en een visuele entiteit. En die complexiteit wordt niet zoveel besproken. Dus het is wel eens belangrijk van effectief ook puur rein op het schilderkunstje te gaan. En dat was ook een van de opties. Een vergezellende boekuitgave geeft een overzicht van alle 10e tentoonstellingen van Tuijmans bij David Zwirner. The Summer is Over loopt nog tot 9 februari van dit jaar.